Het is gewoon doen. Gewoon durven. Ja, ik bedoel, hij is toch kapot. Dus kapot dan een kapot kan volgens mij niet. Nou, eens even zijn jasje opentrekken. En na urenlang prutsen kwam ik erachter dat het een namaak was. Het is echt heel leuk om te doen, dat repareren. Als dit per uur betaald zou moeten worden, dan kan dat niet. Op een gegeven moment merk je, ik kan eigenlijk best wel wat. Oeps. Het zou niet de eerste keer zijn hoor, dat iemand met een apparaat komt en dan blijkt dat hij het gewoon doet. Er zijn natuurlijk van die fabrikanten die zeggen wij maken dat en mag nooit meer open. Ze noemen het hier op deze website, de kabel die ik nu aan het losmaken ben, ook wel de booby trap. Als ze mij vragen waarom doe je dit, dat doe ik vanwege die glimlach van die mensen als het apparaat gemaakt is. Zie je nog huisdieren ook erin? En dan weet je dat alles op zijn plek zit. Wij als reparateurs hebben natuurlijk de pech dat op het moment heel erg in de mode is om allemaal gaten in je broek te hebben. Kijk, die doet het weer. En daar komt het Apple logo weer tevoorschijn. Ja, zo gaat het over van de een naar de ander.